Like, reageer. Abonneer. Nieuwe intro van Daan van Geels. Hey kijkers van Daan van Geels. Leuk dat jullie weer kijken naar deze video van mijn YouTube kanaal. Vandaag alweer deel 2 van kijken naar video's van vroeger. Nou ja, kijk, het heeft natuurlijk een andere titel, maar daarvoor heb ik een vorige video gemaakt waarin ik ook wat video's van vroeger liet zien. En ik dacht, in deze video ga ik nog meer video's van vroeger laten zien. Ik laat eerst even iets horen. Ik ga niet zeggen welke dat zijn, dat komt wel vanzelf, maar het zijn in elk geval wel hele leuke video's. En misschien dat er nog video's in komen die ik in de vorige video, of nou ja, het vorige deel er ook in heb gemaakt. En er is natuurlijk weer een nieuwe serie aangebroken, die heet Lego Video's. En in elk geval, ik zou zeggen, geniet van mijn oude video's. Deze foto laat zien welke video's.
één druppel. Beter eten. Let goed op, beste kijkers. In deze video doe ik een backflip. En in deze video doe ik een salto. Nou, hebben jullie allemaal genoten van mijn video's? Laat het weten in de reacties. En laat ook weten in de reacties welke video jullie de leukste en de grappigste vonden. Maar, ik heb wel slecht nieuws, maar ook goed nieuws. Het slechte nieuws is dat ik over een paar maanden alle video's die ik liet zien ga verwijderen. Of nou ja, niet alle. Sommige laat ik er wel op staan, maar sommige ga ik verwijderen. Maar het goede nieuws is dat je ze dan weer kan terugkijken op deze video. En
Laat in de reacties weten welke video ik niet moet verwijderen en welke video of video's ik wel moet verwijderen. Laat het weten in de reacties. En vanavond komt er weer een nieuwe aflevering van mijn Lego video's. En mochten jullie dit nou nog een leuke video vinden, druk dan zeker even op het duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren als je dat nog niet gedaan had. En dan hoop ik dat ik jullie wel allemaal weer terugzie bij de volgende video op dit kanaal. En alsjeblieft, beste kijkers, ga nou reacties sturen naar mijn video waarin ik ging reageren op Gio. Want het einde van deze week, dus aankomende zaterdag, gaan jullie zien wie de laatste YouTuber is van dit jaar. See you all later!